kijkt naar deze vlog, doe alles met een duimpje omhoog en veel plezier kijken! We zijn net bij CoSocial geweest en nu zijn we onderweg naar huis. En natuurlijk moeten we even langs de McDonald's. Maar dit is niet zomaar een McDonald's, dit is een zeer bijzondere McDonald's. Check dit dan. Is de McDonald's in Best? Het is een beetje anders dan anders, maar wel best. Ja, en we kunnen natuurlijk niet het bezoek afsluiten zonder even een bezoekje aan Elvis. Daar is hij. Kim is fan. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Kun je vertellen? Dit is Christine. Vandaag is zondag en er zijn regionale kampioenschappen springen bij ons op de manege. Dus wij gaan buiten rijden. Ben ik klaar voor Bellekind? Stel, zeg jij, kan het. Prinsesje Bellekind. Prinsesje Bellekind. Nou, oké. Okay. We gingen ook nog? De plassing, een stukje. Woehoe. Het is alleen best koud. Nou, kun je nu even een hoofdstelletje in doen? Dan kunnen we iets gaan doen. Ja. Zo, we zijn in de buitenbak. Tess vindt het wel een beetje spannend, dus ik heb wel een lijntje hier naast me liggen. En ik blijf lekker in de buurt. Dan kan ik haar helpen, want ze is weer buiten aan het rijden, terwijl ze nog niet binnen gereden heeft. Dus ze is nog helemaal frips, yes! En het is natuurlijk vandaag ook best wel heel koud. Dus denk ik, ik denk dat het vriest, maar door het zonnetje erop is het wel lekker buiten. En binnen zijn hoe noem je die dingen? De regionale kampioenschap springen, zoals ik net al zei. Dus Tess is eventjes gaan proberen of ze alleen kan en anders ga ik haar helpen. We zijn nu wat verder. Het lijkt goed te gaan. Maar we blijven toch eventjes erbij natuurlijk. Sowieso. Maar nu helemaal. We hebben het deken nu even afgedaan. De Tess lijkt het allemaal prima onder controle te hebben. En Bel lijkt prima te luisteren. Dus het wordt steeds meer een brave Penny Pony. Zelfs buiten. Hoe leuk is dat dan? En jawel, ze zit in de goede galop. Rechts vindt ze moeilijker dan links, maar ze sprong verkeerd aan en maakte gewoon een wisseltje. En toen zat ze toch in de goede galop. Dus dat was echt heel keurig. Bel wisselt heel makkelijk. Dat hebben we al een paar keer gezien. Dus dat is op zich wel grappig om die pony uit zichzelf te zien wisselen. Maar ze doet het heel mooi. Ze zijn nu lekker aan het galopperen. Tess, je moet een beetje meebewegen in die galop, hè? Dat vergeet je een beetje. Dus nou, trots op de meisjes hoor. Heerlijk. Zo. Tess is met de Bella even een rondje op de plas aan het lopen. En dat gaat prima. Ik loop ernaast, ik heb een lijntje. Voor zekerheid. Oh. We beginnen met Hans. Zo is het. Zo. Zo. Andersom. Even binnen logeren, want de bodem buiten is bevroren. Traf, kom maar. Dus zij moet natuurlijk bewegen, hoewel ze vrij is. En dan zijn we even in de binnenbak, logeerbak. Kom maar. En door, kom. Daaraf. Even aan het bewegen, zodat ze in ieder geval de darmen goed aan het werk gaan. Dan zijn we weer een volgende. Is door, kom. Oh ja, dat kan ook. Ja, ik... Dat krijg je als je probeert te logeren. Als ik dan mijn sleutel in deze hand hou, dan maak ik er nou helemaal een drama van. Ga eens door, kom. Ga maar door. Ja, dat is braaf. Goed zo. Maar goed, ze moet dus even bewegen. Dat is een beetje raar bewegen. Ik ga me even concentreren op mijn paard. Even de paardjes water geven. En Henk vindt het zo lekker. Die vindt het het lekkerste van de hele wereld. Een stippie. Sparkle heeft ook al gehad, geloof ik. Nou, hey, ja, Fitch nog en dan is het weer klaar. Ja, geef eerst Fitch, maar dan geef je de rest aan Bel, Tess.
Het is zo lekker, Henk. Ja, het is lekker. Het is weer tijd. Allemaal naar de kapper. En speciaal voor Kim moet ik ook mezelf filmen. Zo zie je. Ik krijg een beetje kleur. Want we gaan natuurlijk naar Inner-Brabant. We gaan naar Party Jamboree Event. We gaan naar Balance Peak. En dan is het best leuk als je haar een beetje gezellig uitziet. Ik dacht, ik neem iets lekkers. Nou ja, niet lekker. Ik denk proteïne, dat vult altijd. Zo, proteïne. En dit is dan greens, mango, kale en lime. Ik wil je vertellen, kale, boerenkool. Het is ook serieus groen. Ik heb de smaaktest gedaan. Voor mij hoeft het niet zo. Maar goed, ik heb hier twee stoere dames. Kim en Tessa. Hier Tess. En die gaan dus even... een smaaktestje doen. Het ruikt naar de nootje. Echt? Ja. Maar hoe smaakt het? Het smaakt ook naar de nootje. Dus je vindt het lekker? Oeh, zo. Neem eens wat meer. Het is een beetje te hard. Maar dit is dus eetbaar, begrijp ik, uit jullie bewoording. Oh. Als jij nou gewoon wat meer neemt, in plaats van... Neem nou gewoon wat meer. Dan komt het. Kim neemt een hap. Hier. Oké, moet ik ook meer nemen? Thee wordt in de raad gehouden. Oké. Ah, ze zijn wel stoer, want ze doen het wel allebei. En dit smaakt ook goed. Is dat zo? Wat zeg je, YouTube wat? Eeuw, gaf. En Kim die blijft er toch redelijk relaxed om. Ik vind het niet vies hoor. Nou, mooi. Ik zeg toetje voor Kim. We zijn aan het oefenen voor de paarden-youtubers een live event. En Henja maakt kennis met de zak, want die vond ze de vorige keer niet zo heel tof. En net ging ze hem opeten, maar nu niet. Ik krijg ze plankenkoorts. Plankenkoorts, ja precies. Nee, wil je het niet meer, Henja? Wacht, ik ben anders ook even in de zak. Ja, doet ze het en dan komt Tessa weer hoor. Jawel, lekker. Nou ja. Oefenen met de zakken dus vandaag. Dat is wat we doen. We kunnen wel zeggen, een suikerspin is er niks bij. Welcome to the dream house. Hè, Barbie? Zo, wat ben je een rolstes. Dat is echt... suikerzoet, kunnen we wel zeggen. Nou, het is wel schattig hoor. Oh, gelijk in galop. Kan ook. Maar dan komen ze voorbij hoor. Ja, kunnen wij ook wennen? Ja, wij kunnen wennen. Nou, Kimmetje is ook bezig. Die heeft inmiddels ook warm. Oefenen voor Inner de Brabant. Het paar YouTubers live event. En Fa is onze zakloper vandaag. Even kijken hoe ze reageren. Maar aaien. Brave Bel. Dit zo. Zo zie je maar weer dat er nog best wel veel dingen bij komen kijken. Dat het niet allemaal vanzelf gaat. Dan gaan we naar Tess toe. Even kijken wat ze doet. Heel goed. Ik kan niet anders doen. Ja, maar je doet het heel goed. Heel goed. Perfect. Gaat het niet naar corona? Ik vind het echt grappig dit. Kijk je dan? Heel goed. Hallo, zegt ze. Ben jij daar? Jij zit wel eens op mij. Dan gaan we naar Henja.
En jij vond het toen bij het horse event niet zo'n goed idee. Die kijkt nog steeds een soort argwanend. Ga jij eens met je hoofd. Ga er eens omheen. Een rondje omheen, ja, in de zak. En jongens, de gevoelstemperatuur is gewoon min 16, hè? Niet te vergeten. En Fadi is gewoon hier aan het zaklopen voor ons. Ja, maar het is wel lekker warm. Ga je het wel lekker warm? Dat is wel waar. Nou, ga jij maar overal tussendoor. Bella vindt het toch even een idee. Bella zegt, Amaro weer. Stuur maar naar de toetes. Goed zo. Losse teugeltjes. Goed zo. Maar aan je, va. Ga maar naar va toetes. Kom niet. Het zo, even aaien. Het zo, brave pony. Het zo. Ja, Fa, die is inmiddels onze geliefde hulp. Die weet altijd op een toch wel rustige manier toch voor elkaar te krijgen. Nou, Fa denkt, of Bel denkt, oké, ik kan er weer leven. En dan gaat ze verder. Nee, zegt ze. Wil jij er maar aaien, Tess? Ze braaf is. Juist. 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 Heel goed. Ons leven als we een show moeten doen. Braaf. Goed zo. Ja. Oh, dat is niet braaf. Ze moet wel blijven staan. Doe maar aaien, Tess. Aaien. Juist. Goed zo. Goed zo, perfect. Nee, jullie zaten aan het kijken van... Jij was bang dat ze er vandoor gingen, maar uiteindelijk doet hij natuurlijk weer geen fluit. Maar kak, zou je zien dat hij... Nee, die geeft er echt geen moer om. Zou je zien dat hij hier komt? Ja, maar weet je, meer dan dit kunnen we natuurlijk ook gewoon niet doen. Ja, we kunnen wel dat ze nog erop afkomt. Ja, we gaan zo achter de balk staan. Heel goed. Aaien, Tessa, aaien. Ze doet hartstikke goed. Juist. Heel goed. Aaien. Vaas moe. Ik wil gewoon een beetje kunnen nog uitspringen. Nou, dit gaat goed. We gaan even achter een balk. Nou, klaar voor de start. Af. Ik zou net zien dat ik nu ga vallen. En daar is Vaas. Nou, die van aaien, Tessa, aaien. En ja, die kijkt ook van. Goed zo. Oké. Ze is er bijna. Vaak een complete workout gehad. Goed zo. Nou, ze blijven allemaal keurig staan. Kijk, goed gedaan. Dankjewel, Fa. Je bent een schat. We zijn onderweg om een video te maken. Maar we kunnen nog niet vertellen waar die video over gaat. We kunnen wel vertellen hoeveel kilometer we hebben gereden, 200 nog wat. Dus we zijn nu in Assen zijn wij. Daar komen we anders nooit, maar vandaag wel. En nu is het pauze voordat we onze volgende stop hebben. En we gaan nu even uiteraard eten bij. Want daar eten wij, want dat is het enige wat we kunnen. We wachten even totdat we aan de beurt zijn. Zijn bevroren, dus de ponies worden handmatig en de paarden ook handmatig water gegeven. Dag Kim! Kimmy heeft het koud en dan wordt het zo. Goed zo, Kim! Ik ben mijn zadeldekje vergeten en ik heb vandaag de auto van Christine, dus heb ik een ponydekje. Het is toch schattig, hè? Verona in het roze. Dat is toch weer een compleet ander iets. Ga zitten. Nou, ga Sar maar zitten. Oh, kijk nou! Ga even rechtop staan, alsof jullie klaar zijn om te beginnen. Dit is echt schattig. Kan die? We hebben jullie muziek.
Saar! Weer een broed op YouTube straks. Nee, gaan we door met dansen. Later maar. Test niet doen, gewoon dansen. Ja, komt. Ja, heel goed. Gewoon doen. Maakt niet uit. We hebben net een stukje opgenomen met iedereen. Het was heel erg koud, maar gelukkig hadden ze toen allemaal hun kleertjes. Tenminste, toen hadden ze hun jas even uitgedaan. En Saar was vandaag ook de ster van de show. En nu moeten ze even spelen. Saar denkt, ik heb hem! Saar is de hond van de hoefsmid. Het is toch fijn als je zo'n bak hebt en er niemand is, hè? Nee, gewoon een indoor speelterrein. Waarschijnlijk moet Bel voor eeuwig bij ons blijven of naar een stal waar ze ook een solarium hebben. Want zonder kan ze volgens mij niet meer. Sta je weer, Billy? Ja. Okay. Leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. En mag ik het zeggen? Ja, Indoor Brabant. En Indoor Brabant komt eraan, dus je kan nog de laatste kaartjes kopen. Dus, tot de volgende keer. Doei!